In de vorige video hebben jullie kunnen zien hoe wij een geheimzinnig zwart vlak uit het water haalden. Dat was in Amsterdam, de Keizersgracht. En ja, daar is altijd wat te doen. En nou zijn jullie natuurlijk heel nieuwsgierig. Wat was dat nou, dat zwarte ding? Nou, dat ga ik jullie vertellen. Ik zal het je laten zien zelfs. Kijk, dat is dit geval. Onmiskenbare wapen en gevaarlijke. Hij zat zelfs vol met kogels en het is hartstikke illegaal natuurlijk, dus wij willen daar niks mee. Eigenlijk hadden we dat meteen aan de politie moeten melden, hebben we niet gedaan. Maar achteraf hebben we het toch maar ingeleverd, want dat willen we niet. Ik wil het niet thuis hebben liggen en je weet niet wat er gebeurt en je bent hartstikke strafbaar. Vandaar dat dit gaat weg. Ik wil het niet langer zien, dus dat was het wat jullie vorige keer gemist hebben. En kijk rustig verder, want de video die gaat verder. De waterjutters zijn terug. Hé, hey, top jongens, hoeveel fietsen zijn dit? 5 plus daar 3 en daar nog 1, dan hebben we er nu 9. En in een tijd van 30 minuten? Nou, 3 minuten. Nee, 30, half uur. Ongelooflijk, ze hadden allemaal fietsen aan elkaar. Soms 2 aan elkaar, soms 3 aan elkaar. Moesten ze eerst losschudden, want dan kregen ze echt niet boven hoor. Ja, dus heb je nog een fietsje nodig, kom naar de Keizersgracht. En je mag het gratis ophalen, als nieuw. Magneetvissen op de Prinsengracht. Bas, onze topscorer. Een handvol munten, 9 fietsen. En de rest, houtijzer. Gert, onze chauffeur, meewerker, muntenverzamelaar, fietshulp en noem het maar op. Terwijl zij het zware werk doen, hou ik me maar een beetje bezig met filmen. Dat is ook belangrijk. Hè? Zo doen we allemaal wat. Ja, dat moet wel doen. Ja. Altijd belangstelling hoor. Nee. Ja, maar het gaat leuk. Munten eraf halen, die gaan allemaal het archief in. Nou, dit heeft Bas er in zijn eentje uitgehaald. Een buggy, een hek, een verkeerspaal, een zootje oud ijzer en weet ik veel wat allemaal. Ondertussen vertelt Gert nog even wat mooie verhalen tegen voorbijgangers. En ze geloven het ook allemaal hoor. En daar hebben we er weer een. Fiets hem erin. Ja, jij bent de muntenverzamelaar, hè? Zeker. Paar, hoor. We hebben weer een paar. Ja. Wat een rommel, hè? Ja, we hebben spullen genoeg hoor.
Maar we verzamelen het allemaal netjes. Geven een seintje aan de gemeente. En die halen het weg. Hebben ze ook weer een extraatje. Dat waren weer de waterjutters. Bedankt voor het kijken. What?